Nou, Erik die had een feestavond van de voetbal. Dus die is tegen 8 uur vertrokken. Ik heb onze oudste zoon naar bed gebracht. En om 8:30 werd het wat onrustig. En om 8:45 heb ik hem laten weten dat hij naar huis moest komen. Om 8:50 heb ik hem dat nog een keer laten weten dat hij echt heel snel naar huis moest komen. Ondertussen had ik mijn vader gebeld en die zou op Jelle komen passen. Jelle is jullie... Dat is onze oudste zoon. Ja. En vanaf dat moment ging het echt in sneltreinvaart. En daar hebben wij nog één keer telefonisch contact gehad dat hij een ambulance moest bellen en verloskundige. En ja, de ambulance kwam, of Erik kwam thuis om 9:50. Ja. En de ambulance kwam er achteraan. Gelukkig kwam mijn vader ook heel snel. En zijn dat was al bijzonder natuurlijk, hè, vanwege de weersomstandigheden. Dat ja. Was, daar was ik heel blij mee dat het allemaal zo snel ging. En ik ben de ambulance ingegaan en we rijden de brug op en Gijs is geboren. Op de Wilhelminabrug. Midden op de Wilhelminabrug. Nog, ja, dus dat was een heel bijzonder moment. Erik heeft het niet geboren zien worden, helaas. Nee, ik zat voorin, dus ja. Er was niet zoveel te zien. Nou, behalve dat ik me ontzettend zorgen maakte over de gladheid op de weg. Ja. Dus ik had meer contact met de bestuurder van de ambulance dan wat erachter gebeurde. En ineens hoorde ik dat ik een zoon had, dus ja, dat is mooi. En wat gebeurt er dan op zo'n moment? De ambulance stopt ook? Of bij Saxion zijn we gestopt, dus we zijn iets doorgereden. En toen kon ik even van plaats verwisselen. Kon ik rustig uitstappen en achterin gaan zitten. Ja, en daar lag hij toen. Het gaat goed met hem? Het gaat heel goed met hem. Ja, met jou ook? Ja. Na die rare zaterdagavond. Ja, nou, het was een heel bijzonder moment. Er stond bij het ziekenhuis, stond ook alles stond stand-by. Maar we waren eigenlijk alleen maar heel erg blij dat het zo goed was gegaan. En het was een heel mooi moment.